De brandweermannen van Schiphol reisden met eigen materiaal af naar Manchester om daar een oefening te doen die op onze luchthaven niet mogelijk is. Nou, wat het verschil is tussen onze oefenplaats en de trainingslocatie hier is, bij onze oefenplaats heb je een gas gestookt. Here we can burn kerosene and also we can use powder here and foam here if the wind is in the right direction. En de poeder is paars. En het is expres paars gemaakt, dat is het meegeven aan het dakkanon, dat je ook kan zien dat we poeder meegeven. Tijdens brand komen er toch vaak stoffen bij vrij. En om te voorkomen dat wij dat de hele dag inademen, hebben we een procedure arbeidshygiëne. En dan zijn we verplicht, nadat we vuil zijn geworden, om een kapje te dragen. De vliegtuigbrandbestrijdingsgroep gaat een inzet doen. Aan de beide kanten van het vliegtuig komt brand. En dan zetten ze in met kanonnen. Dan pakken ze de grootste brand mee weg. En dan halen ze een slang uit de auto. En dan gaan ze de rest branden blussen met stralen. Want dan kun je wat makkelijker in kleine hoekjes komen. Okay, switching to kerosene. We're then going to do the left-hand engine. We're going to do the internal, external scenario. Are you ready? Na de oefening, als we dat gedaan hebben, gaan we evalueren. En wat we hebben is, we hebben twee camera's mee en die staan aan weerskanten van het vliegtuig opgesteld. Nou, dit ziet er goed uit, hè? Met heel even iets te hoog. We hebben keurig naar beneden, kist gepakt, gewoon de volle lengte gepakt. Nou, het hoofddoel is grootschalige poederschuim inzetten. Van, nou, hoe werkt zo'n poederpistool nou? Wat voor druk staat erachter? En hetzelfde voor schuim is, ja, hoe kan je dat opbrengen en hoe loopt het uit? Mensen die klaar zijn vandaag, die gaan eigenlijk de wasstraat in. Dat is nieuw voor ons. En daarmee gaan we ons zelf ontsmetten voor eventuele vage stoffendeeltjes, dat we die af kunnen spoelen. We thoroughly enjoyed the three sessions we've had working with our Dutch colleagues from Schiphol. Not only have they been learning from ourselves, I've learned experiences from Alex and from the Dutch firefighters. Mensen waren enthousiast, zeer tevreden en ook met de leerpunten die we mee kunnen geven. Was er ook iemand die zei gewoon van, nou, ik wil nog een keer, terwijl dat eigenlijk niet meer nodig was. Maar hij wilde voor zichzelf gewoon nog een keer. Nou, dat vind ik wel mooi als je dat voor elkaar krijgt met z'n allen.